Ja, ik ben de techniekfilosoof, ik ben ook ingenieur en ik werk op dit moment, om dat even toe te lichten, aan de Universiteit van Bergen in Noorwegen aan een onderzoek. En ik ben ook als tijdelijk docent hier in Utrecht werkzaam en ik geef een groot vak wetenschapsfilosofie elk jaar in samenwerking met studenten. De aanleiding dat ik dit artikel schreef afgelopen zaterdag in Trouw, in Letter en Geest, genaamd Flexwerk nekt de geleerden, was dat ik meedeed afgelopen september of augustus al aan een soort van wedstrijd. Namelijk wie het langste en het meeste aantal tijdelijke contracten had op de Nederlandse universiteit of bij Nederlandse onderzoeksinstellingen. En dat was alleen maar voor mijn eigen vakgebied, wat je Science and Technology Studies zou kunnen noemen. En toen bleek dat er. Ik bleek daar vrij hoog te scoren. Ik ben 48, dus ik ben zeg maar vanaf mijn 24ste aan het werk. Dus ik heb al ongeveer 24 jaar, maar aan 13 verschillende instellingen met eindeloos veel contracten. Eerst waren ze 6 jaar, daarna waren ze 4 jaar, daarna waren ze 2 jaar. En ik heb nu een contract bijvoorbeeld als wetenschapsfilosoof van 1 maand. Volgend jaar krijg ik dat. Maar het gaat niet over mijn persoonlijke situatie, maar door die wedstrijd werd mij duidelijk hoe eigenlijk die trend schrikbarend was toegenomen. Dus van flexwerkers. En het bleek toen ik ging verdiepen dat aan de Nederlandse universiteiten op dit moment van de medewerkers die onderzoek doen in het onderwijs geven 60% geen vaste aanstelling. En dat is verdubbeld de afgelopen 10 jaar. Het geldt ook in meerderheid voor vrouwen. Gepromoveerde vrouwen die hebben voor zeg maar, 55% van de gepromoveerde vrouwen aan de Nederlandse universiteit heeft geen vaste baan. De Nederlandse universiteit is daarmee exceptioneel. Ten opzichte van andere economische sectoren, waar deze trend ook heel sterk is, en ook de afgelopen 10 jaar verdubbeld, maar daar is het verdubbeld zeg maar van 10% in 2001 tot 19% nu. Ik heb niet uitgezocht hoe het precies zit in andere landen, maar het schijnt dat Nederland ook wat betreft de universiteit exceptioneel is in deze flexibilisering van het werk. Dat was aanleiding voor me om over dit onderwerp ook wat meer na te gaan denken en te begrijpen waarom dit zo is. En ook te begrijpen of de maatregelen die inmiddels genomen zijn, want minister Asscher heeft vorig jaar een wet erdoor gegeven, de wet werk en zekerheid heeft geloven, waarbij dat fenomeen geprobeerd wordt te beteugelen en allerlei draaidoorconstructies niet meer kunnen. En ook de FAWO, de vakbond voor de wetenschap, pleit dus voor grenzen stellen aan die flexibilisering van het werk. Toen ik een artikel schreef in september in een opinieartikel, toen kwam daarop een reactie, zelfs van de minister en van de VSNU. En die bracht me op het idee om het concept van wedstrijd, wat heel sterk volgens mij is, om dat verder te doordelen. Ik wil even dan voorlezen hoe ze reageerde op mijn stuk over flexwerken in september. En dat was namelijk. De woordvoerder van de VSNU zei, er is eigenlijk niets aan de hand. Het huidige model is nu eenmaal gericht op talentselectie. Onderzoek is nu eenmaal veel competitiever dan vroeger. Dat is uitdagend, maar ja, dat betekent ook onzekerheid over je aanstelling of over het voortbestaan van je vak. Kortom, we hebben die flexibilisering nodig om juist die talentselectie goed te doen, daarvoor moeten we competitief zijn en daarom is het juist een goede zaak. Ook minister Bussemaker antwoordde op de Kamer van de Partij dat competitie en flexibiliteit juist nodig zijn voor wetenschap. Zo komen de beste onderzoekers boven. Nou,
dat juist het begrip competitie, een wedstrijd en de manier waarop we daarover denken, dat die heel centraal is in de hele discussie over de nieuwe universiteit. En ik heb er nog geen proefschrift over geschreven en nog geen wetenschappelijke artikelen, maar ik denk dat we dat idee van wedstrijd, dat dat eigenlijk heel erg buiten zijn oevers is getreden. Zoals de oorspronkelijke definitie. Dus we hebben allemaal het idee, ik denk allemaal, dus ik denk dat dat zeg maar heel diep ook bij iedereen zit, ook degene die niet van het rendementsdenken houden. Het idee dat wanneer je met elkaar een wedstrijdje doet, dat je dan het beste in elkaar kunt bovenhalen. Zelfs de, zeg maar, degenen die heel sympathiek zijn, of heel naar de nieuwe wind die waait op de universiteit. Een collega van me, Peter-Paul Verbeek, ook techniekfilosoof en nu hoogleraar in Twente, die schreef een column over de postliberale universiteit. En daarin, tot mijn grote verbazing, zegt hij: natuurlijk moeten we allerlei dingen veranderen, maar we moeten dat op een verantwoorde manier doen. En het betekent dat we dus niet terug mogen naar de jaren 70, want dat was toen had je toestanden dat mensen met pensioen gingen en dan alleen maar een heel dun stapeltje Nederlandstalige vrijblijvende artikeltjes hadden geschreven. En we moeten die competitie centraal houden. Dus we moeten naar een systeem waarin de begrijpelijke schaarste aan onderzoeksmiddelen, dat in die schaarste dat toch de beste daarin dat onderzoeksgeld krijgt. Dus wat het interessante is dat hij eigenlijk hetzelfde doet als Bussemaker en de woordvoerder van de VCU. En zegt van, ja, nou, er is misschien wel wat aan de hand, maar het gaat om dat de beste bovenkomt. Nou, ik denk dat we op het eerste oog dat daar allemaal dat affirmeren, zeg maar. Dus dat is een open deur, dat als je dat de beste moet bovenkomen. En de vraag is natuurlijk hoe dat zou moeten. En of ons systeem dat ook daadwerkelijk talent kan selecteren. Ja, ik weet niet of jullie mijn stuk hebben gelezen in de Trouw. Dat zou ik zeker doen. Maar ik wil wel, ik wil dat, dus dat ook niet de hele redenering doorlopen. Wat ik wil benadrukken is dat als we proberen dat die flexibilisering van het werk zeg maar een systeemkenmerk is en dat we denken dat de beste boven kan komen middels competitie en efficiëntie, dat dat een naïef idee is en dat, zeg maar, dat is een bepaald mensbeeld waarin we als individuen ten opzichte van elkaar moeten concurreren. Misschien kennen jullie het werk van Paul Verhaar, een psycholoog uit België. Hij heeft een boek geschreven wat heel bekend is geworden 2 jaar geleden, Identiteit. Wie van jullie kent dat? Ja. En daarin laat hij zien hoe, zeg maar, zijn centrale metafoor is het Enron-model. Een Enron, dat is zeg maar een grote oliemaatschappij in de Amerikaanse oliemaatschappij. En die hadden het systeem ingevoerd waarin, nou, ik weet het niet exact, maar waarin het zo was dat elk jaar de 10 best presterende medewerkers promotie kregen. De 10 slechts presterende medewerkers ging weg en van alles daar tussenin. Dat systeem, dat leidde natuurlijk, net als op de universiteit zou ik zeggen, tot allerlei perverse prikkels.
Want het leidde ertoe dat mensen helemaal niet meer in teams gingen werken, maar iedereen ging zijn best doen dat hij aan die van tevoren vastgestelde criteria voldeed om bij die beste 3% te horen en in elk geval niet met zekerheid af te vloeien. Het punt van Paul Verhagen is dat eigenlijk, hoewel niet elk bedrijf exact dit Enron systeem heeft, hoewel ik verschillende mensen ken die in het bedrijfsleven werken, bijvoorbeeld bij Heineken, waar dat gewoon bon ton is om dat zo te doen, denk ik dat ook op de universiteit in feite dit systeem weliswaar op een iets andere manier, maar dat daarvan sprake. Paul Verhagen zegt, deze vorm van efficiëntiedenken gaat terug op een zeg maar, nieuw mensbeeld wat we omarmd hebben. Dus hij zegt dat zit heel diep. Maar dat is misschien geen nieuws, maar het gaat er dus om als we uit deze situatie willen komen, om juist dat te doordenken, hoe je weer zeg maar, gemeenschap in allerlei sectoren terugkrijgt. Ik voeg daarbij een aantal gedachten van Richard Zenneth, de socioloog, die over de flexibele mens heeft gesproken, zeg maar als een trend. Dat is al ruim 10 of 15 jaar geleden dat hij dat boek schreef. Nee, ja, ik denk in 1999, 16 jaar geleden. Waarin hij laat zien dat in feite de vakman aan het verdwijnen is. De vakman is een professional die controle heeft over zijn praktijk, over zijn, waarin hij werkt, en daarin ook zelf in enige mate de kwaliteitscriteria kan stellen en ontwikkelen. En deze vakman is loyaal en voelt zich op zijn gemak, is autonoom, kan zichzelf ontwikkelen binnen het vak. Op het moment dat zeg maar, je werk geflexibiliseerd wordt en je condities onzeker, is dat niet mogelijk. En het is ook niet mogelijk als dus er abstracte criteria komen, zoals bij Enron, waarin je niet die criteria waar je van kwaliteit zelf kunt ontwikkelen en daaraan bijdragen. Nou, dat is volgens mij ook op de universiteit gebeurd. Als voorbeeld, ik in de jaren 90, vanaf 94 begon ik te werken aan de universiteit als filosoof in de vakgroep van Hans Achterhuis, waarbij ik gepromoveerd ben. Dat vertelde ik net aan jou, daarom vertel ik nu ook Hans Achterhuis, misschien jullie kennen mij als denker van het is vaderland, een paar jaar geleden. Dat is echt iemand die schrijft voor een breed publiek en die zeg maar, vanuit de filosofie allerlei maatschappelijke thema's probeert te duiden. Het medium daarvoor is de krant bijvoorbeeld, of allerlei ontmoetingen met allerlei andere vakken en maatschappelijke sectoren. Het medium daarvoor was niet het wetenschappelijke artikel in een hooggerankte tijdschrift, waar Engelstalig, waar je helemaal geen dialoog had, als het ware, en niks terugkreeg. En onze vakgroep systematische wijsbegeerte werd op dat moment gedwongen om in een format te passen wat helemaal niet paste bij onze eigen ideeën over die praktijk. Hoe we die zouden moeten doen. Dus kortom, we konden niet, dit is een voorbeeld, maar ik denk dat dit in heel veel vakgroepen is gebeurd, we konden niet onze eigen kwaliteitscriteria meer aangeven en ontwikkelen, want het werd opgedrongen. Om een lang verhaal kort te maken, even terug naar die wedstrijd metafoor. Toen de academie werd gesticht, of het woord academie, dat was 2500 jaar geleden in Athene, door Plato. En die hing een bord op de academie. Plato, zoals jullie weten, was een leerling van Socrates. En Socrates die heeft
die is bekend geworden doordat hij zich afzette tegen de sofisten en de retorici. Die sofisten die hielden namelijk steeds wedstrijdjes met elkaar, wie het beste kon spreken. En Socrates zei, daar moeten we van af. Als je een kwestie diepgaand wil onderzoeken en vragen, dan moet je juist op een andere manier met elkaar omgaan. Het moet een setting zijn waarin je een goed gesprek kunt voeren en waar in een, zeg maar, in een meer vriendschappelijke sfeer, waar ruimte is voor twijfel, ruimte is voor begrip voor elkaar standpunt, dus ook empathie. En dan kun je een dialoog hebben, daar komt het woord dialoog, maar ook. En dan kun je de kwestie, zeg maar, in die context goed uitzoeken. Het is dus heel interessant dat juist die academie dit idee eigenlijk op zijn kop heeft gezet. En dat die wedstrijd juist weer centraal heeft gezet. Er is één beroemde Nederlandse denker, Johan Huizinga, een historicus. Hij is al heel lang dood. Hij had zijn hoogtepunt al voor de oorlog, dus ja. En die heeft een boek geschreven over Homo Ludens. En daarin de spelende mens. En ook daarin geeft hij een definitie, een interessante definitie van het spel. Ik zal hem er even bij halen. En ik denk dat eigenlijk, ik ben daar nog niet helemaal uit, maar ik denk dat hij aangeeft dat dat die wedstrijdmetafoor grenzen heeft, begrensd moet zijn. En dat de kracht, ik zal het even voorlezen. Dus hij zegt, in de oorspronkelijke betekenis is wedstrijd een vrijwillige handeling die binnen strikt vastgestelde grenzen plaatsvindt. Een wedstrijd vindt plaats met haar doel in zichzelf, begeleid door het gevoel van spanning en vreugde en door het besef van anders zijn dan het gewone leven. En wat hij hier zegt, als ik dat goed lees, staat eigenlijk haaks op de manier waarop we nu doen. Waar hier de wedstrijd dus iets heel begrensd is, waar we vrijwillig naartoe gaan in een apart terrein. We spelen een bordje voetbal, we spelen een bordje mens erger niet. Lijkt nu, zeg maar, als het ware verabsoluteerd en in heel veel sectoren centrale gedachte. Ik ben er nog niet uit wat dit betekent. Maar ik wilde deze gedachte vooral aan jullie voorleggen. En ik hoop dat jullie, zeg maar, die wedstrijd weer gaan begrenzen tot dat domein buiten het gewone.